bij Locatel Televisie. Fietsen in Den Haag is niet een van de gemakkelijkste opgaven. Dat blijkt wel uit de absurdistische speelfilm De Fietser. Speciaal voor jou met nieuws en informatie. En nu de verkeersinformatie. Het is ook deze morgen weer belabberd gesteld met de files op de Nederlandse wegen. Tussen de drievlaksknooppunten Sleutelgatsplein en het gewone Mansviaduct staat een file van 19 kilometer. Een kleinigheid, zult u zeggen. En inderdaad, het is nog niets vergeleken met de toestand op de Z4. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de benzineprijzen niet te verdrievoudigen, maar te vertienvoudigen. We zullen dus allemaal wat gas terug moeten nemen. Minister? Ja, we zullen dus inderdaad allemaal wat gas moeten terugnemen. Ja, dank u wel. Dat was weer kort en krachtig zoals we van u gewend zijn. Wij komen over 5 minuten terug met onze regionale actualiteiten. Tot straks. Ik zal jou wel krijgen, hoor. Mijn spiegel! Godverdomme, die heb ik net van de sloop! Weer één! Man, de ramen die trilden ervan! Kom maar mee naar binnen, hè. Wij komen. Ja, neem die leider nog mee ook, joh. He? Even een beetje bijkomen. Hij zal betalen! Als ben jij achterlijk? Luister, als jij eens om te beginnen je naam en adres geeft, zodat ik dat kan doorgeven aan de verzekering. Want deze fietser heeft ons als getuige. En wij hebben gezien dat u helemaal fout was. Oh. Krijg jij lekker de takken, hè, Miss Extra Large? Waar gaat het? Ja, dat is een beetje duidelijk. Ik heb een bloed, een hele hoop bloed. Maar dat is juist goed, joh, want dan geneest het. Wees blij dat je niet in het ziekenhuis hoeft te liggen met een vreselijke breuk of zo. Je zegt elke week wel een paar keer raak. En vaak fietsers, hè?
Wist je dat er in Den Haag jaarlijks ruim 900 fietsers een ongeluk krijgen? Ja, die zijn dan geregistreerd. 4 overlijden daarvan. En daarvan zijn er 500 gewond. Waarvan ruim 80 zo ernstig dat ze met een ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht moeten worden. Deze week ook tientallen fietsers en allemaal voor ons etablissement. Mag ik misschien even bellen? Even kijken. Datum. Geslacht. Man. Leeftijd. 28. Ja. Ja. Ja, hallo met mij. Zeg, ik kom wat later. Ik bedoel, ik neem een rustige weg. Nee, ik kom er zo snel mogelijk aan. Door openstaand portier, ja. Dat is al de 7e deze week, de 7e. Ja, dag. Verwondingen. Hoofd. Een lichte shock. Lichte shock. Broek kapot? Nee, niet kapot. Consumptie? Koffie. Koffie. Was die nou verward ook nog? Ja. Verward? Ja. Ja, kun je wel zeggen. Heb ik al een aangestreeps gehad. Oh. Nou, we hebben het weer bijgehouden. De 7e deze week. Wacht op de volgende! Had ik maar een brommer en had zij een fiets, dan zou ik haar kunnen duwen, maar nu duw ik niet, duw ik kind niet. Het is nu weer tijd voor ons informatieve blokje. Ditmaal betreft het de luchtvervuiling door het verkeer en dat speciaal voor een van die eenzame fietsers. Wist u dat er bij tijd en wijle hoge concentraties stikstofdioxide, koolmonoxide, ozon, benzeen en lood bij het verkeer vrijkomen? Stikstofoxide. Veroorzaakt bijvoorbeeld verminderde longfuncties en ademhalingsstoornissen. Oxidantia. Zoals ozon O3. Dat geeft al snel oor-, neus- en keelirritaties en tast de longen aan. Bij langdurige blootstelling aantasting van het afweerstelsel. Lood. Kan de organische functies vernietigen, zoals lever, nieren, bloedvorming en hersenfuncties. Maar natuurlijk moet u daarbij niet meteen het ergste denken. Dat zou jammer zijn op zo'n prachtige dag. Even bijtanken, meneer. Ja. Eerste kwaliteit druivensuiker. Nog een speciaal smaakje? Doe maar sinaasappel. Citroen. Ik sterf van de dorst. Of heb je ook peren? Van alles wat, dan maar. Ja, dat lijkt me het beste. Wist u dat er in Nederland 12 miljoen fietsers waren? En dat die 12 miljoen fietsers ieder jaar 1,5 miljoen nieuwe fietsen kopen? Wist u niet, hè? Jazeker, meneer. 1,5 miljoen nieuwe fietsen en 750.000 tweedehands. En wist u
dat van al die fietsen er 1 miljoen gestolen worden. Dus als u enigszins kunt rekenen, dan betekent dat een kans van 1 op 12. Anders gezegd, 8,5% kans. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar... Hey, joh, blijf van mijn fiets af! Hey, idioot! Ja, ja, het is wat met die fietsers. Rennen, man! Het zou moeten lukken. Eerste klas druivensuiker. Taxi! Waarheen? Volg die fiets! Leuke wandeling gehad, meneer? Leuke wandeling? Mijn fiets is gestolen! Om tegen die berg op te trappen. Ja. Ja. Weet je dat er per jaar in Nederland gemiddeld 1 miljoen fietsen worden gejat? Huh? Dat maakt Nederland tot een van de crimineelste landen ter wereld. 1 miljoen fietsen? Nou, dan wil ik de meiden niet bij zien. Goh, dat is toch ongelooflijk? En dan zeggen ze nog... God! Wacht eraan, joh. Kom op. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. En jij probeert hem echt een beetje goed close in beeld te houden, hè? Dus de gezichtsuitdrukking echt. Oké, okay, camera klaar. Geluid klaar. Actie! Heel lang geleden... Fietsen je! Fietsen! Houd hem! Hey, jij moet die mensen daar tegenhouden, joh! Zijn te slapen, idioot! Ja. Daar word je niet voor betaald, hoor! Lul! En die muziek mag een beetje harder kwijt. Is er geen muziek? Ja. Huh? Nou, jij gaat de radio meenemen. Ja, dat is waar. Hadden we gewoon geen reclame isoleerd. Nee, dankjewel. Godverdomme, klootzak! Zo. Mama! Alle spijlers! Idioot! Lamzak! Kutsom! Nou meneer, mag ik even afrekenen met u? Afrekenen? Ja? Dat is 95 gulden. Min 75% voor het meetrappen. Dat is 24 gulden en 85 cent. Ja. Dank u. Ach meneer, uw fiets is stuk. Ja. Zal ik de wielerwacht even voor u bellen? Ja? Nou ja, laat dan die 50 cent maar zitten. Dat is wel oké dan. Nou oké, bedankt. Ja. Ziens. Deze plaats vrij? Ja, net als al die andere banken.
Bent u nu één van die 200.000 tevreden Haagse fietsers? Tevreden, zeg maar vogelvrij. Kom, kom, niet zo negatief. Toevallig is er dan net de juiste persoon naast u komen zitten. Ik heb iets voor u wat u de ogen zal doen openen. Zeg, u wil me niet aan het geloof brengen of zo, hè? Meneer, het idee. Zeg maar wat u weten wilt. Doe maar. Wat ik wil weten, over fietsen bedoelt u? Ah, fietsen. Hm? Daar noemt u nog eens een steekwoord. Wacht af. In 1987 heeft de gemeente 10 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Vanaf die tijd heeft gemeentewerken, waar ik werk, hè, bij de gemeente, 10 kilometer fietspad gerealiseerd. In totaal heeft Den Haag nu 90 kilometer fietspad. Zo, horen daar ook die slecht betegelde stukken bij waardoor je allerlei loszittende delen van je fiets verliest? Oh, meneer heeft sommige van onze prachtige voorzieningen aan de lijve ondervonden, hoor ik. Maar Den Haag kan over het algemeen gezien worden als een fietsvriendelijke stad. En in totaal heeft Nederland 22.000 kilometer fietspad. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, maar ik vroeg me dus, zitten daar ook die gammele fietspaden bij in Den Haag? Hè? Ah, kijk eens. De wereldwijde verhouding tussen auto en fiets. Zo. De techniek staat voor niet, toch? Willem, wacht. Je had gebeld? Ja, het werd tijd ook, zeg. Mijn fiets is stuk. Ik denk dat het de kettingkast is, maar die trappers doen het ook niet helemaal goed meer. Ja, ik zit al. Dit zit ook los. Ja. Oh god. Een meter ja, hoe? Hallo, hallo. God, heb je dat mens weer. De statistieken bewijzen het. En de economische waarde van het fietsverkeer is trouwens 5 miljard per jaar. Fietstaxi, en snel alsjeblieft. Zo, dan gaan we weer lekker weg. De meeste ongelukken gebeuren door menselijk falen. 85% reed door rood licht. Goed dan, Havermans. 75% gaat de verboden rijden. Weet je wel zeker dat... Als je nou even... Ja meneer, de fiets is klaar. Ja, is die weer helemaal goed? Ja hoor. Nou, gelukkig maar. Heeft u lidmaatschapkaart waar? Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Oké, je krijgt de rekening thuis gestuurd. Goed, bedankt hè. Oké, dag meneer. Tot ziens. Graag verder. Ja, bedankt. Zeg.
my own, riding free and alone, and I ain't looking back. Maybe I know some people, maybe I break some rules, but this is the street I got to compete. Baby, I ain't no fool. Ronald, mag ik vandaag jouw rollen?